zeggen, vannacht heb ik super slecht geslapen. Het is vandaag vrijdag en ik heb echt nachtmerries gehad en heel raar. Oh ja, vandaag gaan we alles doen voor mijn verjaardag. Alles een beetje klaarzetten. Ik zal even laten zien wat voor spullen we hebben. Dat is wel leuk. We hebben namelijk best wel veel gekocht. Oké, er moet vandaag als het goed is nog wel binnenkomen. Dit is beerpong. We hebben ook nog meer van die webcams als het goed is. Zulke slingers en dan in het goud. Zulke slingers en dan in het zilver. Lampionnetjes. Nog meer lampionnetjes. Hier dit om mee te versieren eigenlijk, want we missen nog een paar zwarte versiersels. Zwarte slingers, wat is black and white trouwens. Zo'n letterslinger. Nou, deze. Even zo. Omdat ik natuurlijk 18 word en dan dit jaar. Van het creppapier om mee te versieren. Twee van zulke lampionnen. Deze zijn niet zwart-wit, maar niet echt. Servetjes in zwart-wit, een deken voor de zithoek als het doorgaat met die lampzakken die nog binnen moeten komen. Deze lampjes en dan allemaal kussens. Kussenslopen. Er zit een haarband in, oké. Witte ballonnen. En nog deze kussenslopen. Echt heel leuk dus. Ik heb ook echt heel erg veel zin om te versieren. Ik kan echt niet wachten. Ik vind dat gewoon heel leuk om te doen ook. Om de ballonnen op te blazen. Om deze op te hangen. Het is een beetje black and white en goud. En zilver. Super leuk. En we gaan het dus hier in de achterkamer en buiten doen. En het wordt echt kut weer. Maar we hebben een hele grote heater gaan we huren. Dus dan is het zeg maar deze ruimte wordt gebruikt. Dus die deuren gaan dan open. En dan komt daar buiten nog een partytent te staan. Dus dat zou allemaal goed moeten komen. En het geluid gaat dan met zo'n box die ik heb. Ja. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het wel spannend. Omdat, ja weet je, ik geef gewoon niet heel erg vaak feesten. Eigenlijk nooit. De laatste keer dat ik echt een feest heb gegeven was volgens mij toen ik echt 13 was. Of zo met Joelle gaf wat van die tuinfeesten. Maar dit is wel even anders. Dus ja. Wel echt heel erg veel zin in. Omdat ik heb er ook echt moeite voor gedaan, dus. Een paar uur verder, ik ben naar het dorp geweest. En ik heb lichtjes gehaald en een pleet en zo. En nu ga ik even met mama alle drankjes halen. En gaan wij ook met z'n allen de eten en zo halen? Ja. Huh? Ja, oké. En het regent. En ja. Dus. Hoi. Ik moet nu dus letterlijk even iets in de auto gaan leggen. Omdat we wilden wat drank halen voor mijn verjaardag. En dat mag niet mee omdat ik erbij sta. We hebben net alles gehaald. Ik ben totaal 3 keer naar het dorp geweest vandaag. We hebben alle drankjes gehaald. Bijna al het eten. Morgen moeten we nog een beetje een paar dingen halen. Het is best wel een korte vlog denk ik vandaag. Maar ik was gewoon heel erg veel bezig. En morgen vlog ik natuurlijk ook. Ik denk dat het 2 aparte vlogs worden. Dus zeg maar, je mag wel praten hoor. Dus vandaag en morgen bij elkaar en dan mijn feest wordt een aparte vlog. Oké, vandaag heel weinig gevlogd omdat ik morgen ook ga vloggen. Moment, ik ga eerst even plassen. Good morning, het is vandaag de dag dat ik mijn verjaardag ga vieren. En ik heb best wel goed geslapen. Ik droomde dat mijn kat kon praten. Heel vaag. Dit is nu een beetje de situation. Daar staat de grote partytent. Daar staan allemaal versiersel dingen. Dit ga ik waarschijnlijk allemaal in de voorkamer zetten. Alle dingen die daarop staan. Tibbes spullen. Net zoals de kattenbak. Ook hier wil ik misschien advies van een kleed verhangen of zo, dat het wat leuker uitziet. Die gaat in de voorkamer. Die wordt denk ik even helemaal leeg gemaakt aan de bovenkant dan. En die plant gaat natuurlijk ook even weg. Tafel gaat denk ik ergens aan de zijkanten staan of hier zo denk ik. Zodat we de achterkamer leeg hebben voor
het feest. Er zit hier eentje te schransen. Alsof zijn leven er vanaf hangt. Is ook al lopen kotsen weer vandaag of vannacht? Eeuw! Eeuw. Oké. En het regent. Maar we gaan om 2 uur ongeveer komt Rowan, dat is een vriend van mij. En die gaat helpen met de partytent opzetten. En die blijft ongeveer tot 4 uur. Dus dat is top. En dan ga ik zo even de afwasmachine uitruimen. Mijn moeder is nu even aan het douchen. Ik heb nog mijn pyjama aan. En dan ga ik dit nog even afwas doen. En als mijn moeder klaar is, ga ik douchen. En de badkamer schoonmaken. Eerst de badkamer schoonmaken en dan douchen. Weet ik nog niet. En dan kunnen we echt aan de slag. Ik moet ook nog een ton schoonmaken. Ik moet misschien even een to-do-lijstje maken. Dat is misschien wel handig. Maar ja, ik ga dus even de afwasmachine doen. Zo, ik ben gedoucht. Ik heb dit shirt aan. Niet hetzelfde shirt, net een gewoon spijkerbroek. Knotte mijn haar. Ik heb mijn piercing even helemaal schoongemaakt weer. Nu ga ik een beetje boven een haarband in doen trouwens. Want anders dan gaat al het haar weer in mijn piercing zitten. Ik had hier een haarband gezien. Maar ja. Ik ga zo even dus de rest van de achterkamer eigenlijk een soort van leeg maken. Ik moet er zo voorzichtig mee zijn. Supermooi. Oké, we zijn best wel ver met de voorbereidingen. Kijk. Zo ziet het er nu uit. Zit je weer te reageren, net, mam? Ja, sorry. Ik hoorde al iets van... Daar wordt nog een extra deel aangemaakt. Top. Het regent nog steeds. Gaat als het goed is om 7 uur ongeveer weg. Maar kijk hoe leuk. Ja, 18 jaar. Hashtag volwassen. Love it. Kijk, hier komt Bacardi Cola in. Malibu Cola. Bacardi West 7-Up. Mojito. Yay! Heel leuk. Kijk hoe leuk. Tibbe, een stuk. Hey aapje. Je vindt het helemaal lekker, hè? Oh, mam. Kijk, daar staat de beerpong klaar. Ik heb hem helemaal opgemaakt en klaargemaakt. Maar er ligt hier een klein aapje. Helemaal geweldig te hebben. Top. En Judith en Sophie komen zo en Jelle komt rond 7:30. En dan gaat om 9 uur de party beginnen. Woep woep.